7 van de 10 Nederlanders hebben wel eens last van slaapproblemen. En ik herken me daar wel een beetje in. Dus ik heb zometeen een gesprek met Jan-Willem Elkhuizen van Lichtwijzer.nl. Hij is bewegingswetenschapper en fysiotherapeut. En hij kan me alles vertellen over goed en gezond slapen. Hallo Jan-Willem. Hey Iris, hallo. Hoi. Hi. Vertel, waarom een website over gezond slapen? Nou, heel veel mensen worden met klachten wakker. En bijna niemand weet waarom. En nou is de laatste jaren veel onderzoek naar gedaan. En we weten wat de problemen zijn. En we weten ook wat we eraan kunnen doen. En wat zijn die problemen zoal? Nou, eigenlijk zijn er 3 problemen. De eerste, het kussen. Dat moet een goede vorm hebben, aansluiten bij het nek en het hoofd. En het moet in de goede hoogte worden ingesteld. Dat is meestal niet het geval. Dan hebben we het probleem met het matras. Dat moet eigenlijk op maat worden aangepast. En dan hebben we nog problemen met de slaaphouding. Want die is in heel veel gevallen niet goed. Ja, nou dat zijn heel wat problemen. Maar wat zijn de oplossingen? Nou, daar kan ik het beste even laten zien, denk ik. Oké, is goed. Oké. Remember telling you to go, you've always done what's good. Kijk, beginnen we met het kussen. Kijk, dit is het basiskussen. En dat is, heeft qua vormen sluit dat helemaal aan bij de nek en bij het hoofd. En het bijzondere van dit kussen is verder dat je het met een rits kan openen en dat je de verschillende delen kan toevoegen, waardoor je het kussen in 8 verschillende hoogtes kan instellen. Oké, dus dan weet je precies wat bij je past. Ja, dan past het eigenlijk altijd. Nou, met matras is eigenlijk hetzelfde. Dat moet je ook individueel kunnen instellen. Ja. En dat wil ik graag even laten zien door het matras open te klappen. Nou, dat mag. Oké. Kijk, hier heb je de kern van het matras. Er zitten 3 verschillende blokken in. Schouderzone, heupzone, beenzone. Heb je nou brede schouders, dan is het goed om een zacht blok hier te plaatsen. Heb je brede heupen, dan is het goed om hier een zacht heupblok te plaatsen. En zo kan je eigenlijk allerlei variaties maken en individueel instellen. Ja, dat klinkt allemaal heel logisch, maar dan hebben we natuurlijk ook nog de slaaphouding. Ik heb namelijk het idee dat ik ook wel eens verkeerd lig. Nou, dat zou maar zo kunnen, want dan ben je niet de enige. Mm-hmm. Zal ik het even laten zien aan de hand van jou als voorbeeld? Oké. Zo, nou zo lig ik ongeveer te slapen. Ja, maar in de slaap draaien heel veel mensen de knieën van elkaar af. Ja. En dan gaan ze een beetje zo schuin naar voren liggen. Dan liggen ze lekker stabiel, ja. Maar er ligt er spanning in de nek. De rug ligt gedraaid, dus dan heb je ook spanning. En als je zo blijft liggen, dan word je vaak met klachten wakker op de termijn. Ja, dat kan me voorstellen, want dit ligt nou niet echt heel comfortabel. Nee. Maar hoe moet het dan wel? Nou, dat kan met behulp van een lichaamskussen. Kijk, als je even terugdraait. Als je die ertussen plaatst, dan kan je heerlijk ontspannen liggen en slapen. En als je zo blijft slapen, dan word je 's ochtends zonder klachten wakker. Nou, dat ligt eigenlijk wel lekker. Dankjewel, Jan-Willem. Nou, ik zou zeggen, welterusten. Welterusten, lekker slapen. En gezond weer op. Is goed.